Nou, ik heb mijn mouwen opgestroopt. We kunnen er tegenaan. Ladies and people, het is vrijdag Best of Both Worlds dag. En daar is hij in de studio, Armin van Buuren. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Zo, nou, zit je al een beetje comfortabel? Ja man, ik vind het echt te gek om dit te doen. Ik wil even zeggen, jij bent echt een van mijn all-time heroes. Dat heb ik net ook getwitterd. Wow. Thank you. Weet je wel, romantiek, gevaar en lust. Ja. Dat was het toch? En een beetje in die sfeer wil ik het ook wel een beetje doen het komende uur. Want volgens mij is dat ook wel wat jou ligt. Laten we gewoon even een beetje afbanen van het geëikte pad. En gewoon even wat gekke dingen gaan doen. Vind ik een goed plan. En om daarmee in te beginnen heb je al appeltaart meegenomen. Dus dat is al een heel goed begin. Begin van jullie programma kost me alleen geld, want ik reed spontaan door rood. Heel veel succes met jullie programma. Liefs Alice, dat is een bericht van Alice, wat is binnengekomen op 9596. Vanwege het begin van deze radio show. Armin en Van Inkel. Alrighty, het is 9:05. Ik dacht, we doen zeg maar jouw conculega om overheen te praten en jouw muziek niet. Ja, dit is David Guetta. Te gek. Ja. Welkom. Als je vragen hebt aan Armin, kan het natuurlijk naar 9596. Maar het is vooral de bedoeling dat we gewoon lekker gaan DJ'en. Je hebt de sfeer zelfs aangepast hier. Er staat een DJ-set hier en het licht is veranderd hierin. Het is echt dat is helemaal te gek. Heel tof. Lang leven we hier naartoe. We zijn al dagen mee bezig. En het grappige was, we hadden een heel ontvangstcomité voor je klaarstaan. Maar je stond ineens al hier tussen ons in. Dus dat is wel grappig. Dat is dat. Het is vrijdag Best of Both Worlds dag. De wereld van trance en de radio. En er zijn een paar hele oude mixen ook die je voor de gelegenheid mee hebt genomen. Daar komen we straks ook nog even op. Maar misschien kan je vast een klein tipje van de sluier oplichten. Nou ja, jij vroeg mij van hoe het allemaal begonnen is. En het was ooit begonnen in de jaren 80. Toen tapte ik radioshows waar jij dan aan meedeed. Ja. We hebben maar 2 uur. En ik heb zo verschrikkelijk. Ik heb een enorme stapel cd's meegenomen. Ja, we kunnen wel even doorgaan. Als het leuk is, gaan we gewoon door. Afijn, 2 dagen later. Het is wel leuk om een klein beetje ook terug te gaan naar mijn eigen productiecarrière. En jouw productiecarrière gaan we volgens mij doen. En we gaan even terug naar de begintijd toen ik begon met DJ. En waardoor ik überhaupt erin geïnteresseerd ben geraakt in elektronische muziek. Belangrijke naam daarin was Ben Liebrand. Absoluut. Ja. Dus daar komen we ook eventjes op zo direct. Dit is Bruno Mars, vrienden. Just the way you are. En, je moet dan eigenlijk het intro ook samen met mij vol inspreken. Oh ja, daar ben ik nooit zo goed in. Daarom ben ik het mixen DJ geworden. Ah, ik snap het. Dit is Q Music. Dit is Q Music, vrienden. Druk bezig met Armin van Inkel. Het moet wel even wennen qua uitspreken. Armin en Van Inkel. toch bekt het wel op de een of andere manier. Ja. Ik zat eerst nog met juist het Van Buren en Van Inkel. Dat is natuurlijk ook lekker met 2 keer van. Maar jij vond Armin en Van Inkel. Dat is eigenlijk ook wel goed. Ja, en Armin is nog herkenbaarder dan Van Buren. Ja. Dus wat dat betreft hebben we denk ik de goede keuze gemaakt. Jij bent toch wel een technische man ook, hè? Een beetje. Ja, ik zag je binnenkomen lopen meteen de USB-stickjes, hup, in die cd-spelers. Ik denk, jij kan vast wel waarderen dat ze in Leiden, of nee, Delft, sorry, technische, de Universiteit Delft, hebben ze de kleinste elektromotor ooit ontworpen. Oké. Ja, die is echt een paar moleculen groot.
Dus binnenkort gaat je hagelslag vliegen van je boterham. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Zo'n propelletje eruit. En dat is handig, een heel klein luxe-effect in je ogen. Als het schon schijnt, dan met een motortje zo naar beneden. Ja, yeah, vrienden. Vrijdag, best of both worlds. Het is tijd voor het accurate satellietweerbericht. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Morgen in een groot deel van het land regen. En het wordt maximaal 14 graden. Zondag overwegend droge dag met vooral in het noorden flink wat zon. Dit is Jason Derulo. What if? Cue music. What if? If you are the one. Armin en Van Inkel. Cue music. It's just the two of us. Vrijdag, vrienden. Hij is in de studio. Armin van Buuren. En in het kader van herinnert u zich deze nog? Ja. Oh, hey, dit is zo tof. Ja. Dit is Alexander O'Neill. Dat is een van je favorieten, begrijp ik. Ja, dit, zo is het allemaal begonnen voor mij, man. Dat is misschien heel... Dat verwachten mensen niet, maar dit was echt iets waar ik vroeger naar luister. Eigen flauw idee hoe het met Alexander O'Neill gaat tegenwoordig. Nee, dat is altijd zo bizar. Hè? Heel veel van die artiesten uit de jaren 80 vraag je echt af, wat is daar nou mee gebeurd? Wat zouden ze nu doen? Zou die ook in de straat gewoon liggen zoals zoveel van die gasten uit die tijd? Ja. Kan het niet, in ieder geval. Criticize hoor je daar. De post. De post. Pieter Post. Pieter Post. Met zijn poes verdient de kost. Even kijken naar de post. Er is van alles binnengekomen voor je, Armin. Een vraag van Roland. Wat zijn je tarieven voor een half uur voor mijn verjaardag? Ja, hallo, dat soort vragen. Dat is natuurlijk een kratje bier, toch? Ja, een kratje bier. Ja. Dat is een mooie. En nog eentje van Patty. Ze zegt, Armin, heb je muziek bij van toen je 10 jaar was? Dat je toen achter je draaitafel stond voor de eerste keer? Ja, nou, ik heb zelfs wat gemaakt toen ik net iets ouder dan 10 was. Dat gaan we zo laten horen. Dat hoor je in het volgende uur. In het kader van jeugdzondes zullen we dat al voorbij laten komen. Tijd voor de showbiz beerput. Cheryl Cole valt duidelijk in de smaak bij Prince Harry. Hij heeft intussen meerdere malen gevraagd om een persoonlijke one-on-one meeting. Oeh, spannend. Daphne Dekkers zegt geregeld klaagbrieven te krijgen. Kijkers van haar programma Benelux Next Top Model zouden zich storen aan de manier waarop Daphne topmodel zegt. Of de manier waarop ze haar stijlpunt. Goed. Okay. Ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Daphne is echt een superwijf, hoor. Het is niet een beetje lief zijn voor haar. En Daniel Radcliffe ziet zichzelf totaal niet als een celebrity. De Harry Potter acteur zegt in een interview, ik ben maar gewoon een acteur. Dat zijn de betere uitspraken. Zou hij nou bijvoorbeeld ook Jan-Peter Balkenende kennen? Vraag ik me dan ook al. Omdat hij op hem lijkt een beetje. Ja. Dat is een goeie. Het schijnt dat iedereen heeft een dubbelganger, maar niet per definitie kennen ze elkaar. Nee. Okay. Het zou wel tijd worden om ze even elkaar voor te stellen. Van En Armin is er ook. I love everything. En ik vind het leuk. Ik vind het echt leuk om hier te zijn. Echt top dat je me hebt uitgenodigd en dat het ook echt gebeurt. Dus ik zei het al eerder. Jij was gewoon, je bent nog steeds een van mijn helden. Ik heb net ook getwitterd. En het is voor mij allemaal begonnen bij jouw stem. Op vrijdagavond met Curry en met Ben Liebrand. Ja, want dat was echt, dat misschien voor mensen heel raar. Maar vroeger zette je dus je tv uit en je radio aan. Zo ging dat echt. Ja, ik denk dat als jij dat zo zegt, dan zit ik zo terug te denken. Ja, dat was eigenlijk toch wel heel grappig allemaal. Gewoon lol maken, ja. Dat is het. Dat gaan we ook doen. En je was heel aardig net tegen Patricia. Je maakte eigenlijk een heel mooi compliment over haar stem, over haar radiostem. Ja, ik begreep dat zij nog niet zo heel lang jouw sidekick is, zeg maar. De week nu. Dus, splinternieuw, zeg maar. Goed. Nou, ik maakte een opmerking, omdat ik het zelf... natuurlijk over de DJ Mac lijsten gaat het dan over. En wat ik dan weer heel erg opvallend vind, is dat er zo heel weinig vrouwen in staan. Ja, hoe komt dat? Ja, dat vind ik dus... Ik weet het niet. Ik vind dat dus bij deze een uitnodiging aan alle vrouwen van in ieder geval van Nederland of daarbuiten. Laten we nou in godsnaam gaan proberen dat er wat meer vrouwen in die lijst komen. Want ik vind het, naar mijn mening hebben vrouwen een hele frisse kijk op muziek. Dat zag je ook bij 100% Isis destijds. Maar kan jij niet iemand onder je hoede nemen dan? Ja, jij zegt, ik Claudia Kazaku, die heeft platen uitgebracht op mijn label. Nummer 93 in de lijst. Ja, nummer 93, weet je wel. Volgens mij is er meer female intuition nodig, zeg maar. Ja, en misschien iets minder blote borsten ook. Ja, hou vooral die top aan als je staat te draaien. Ja, en tussen twee haakjes. Met jouw nummer 1 positie nog in deze lijst. Ja, dankjewel. Voor jou natuurlijk ook nog. Ja. Laten we elkaar even feliciteren. Laten we elkaar even feliciteren. Kom, we nemen nog even een stukje appeltaart. Gaan we zo direct nog een plaat draaien. Daar zijn we weer. Armin en Van Inkel. Yes. Je bent nog geslaagd voor praten, volgens iemand op Twitter. Nu ik nog voor het mixen. Deze plaat. Ja, vet. Er is dus een moment geweest dat er
dat ze bij elkaar zijn gezeten en hebben gedacht... we gaan Barbara Streisand gebruiken. Goed, hè? Dat vind ik zo stoer. Dat is heel apart. Of is het gewoon totale gekte dat ze dat gedaan hebben, Armin? Ik weet het niet. Dus in ieder geval, ze wordt nu bij mij thuis verbouwd... en ik zie die bouwvakkers ook zo lopen. Barbara Streisand. Ja, ja, joh. Kijk eens. Erg grappig. Dit is Duck Sauce. Het is vrijdagmiddag, de Best of Both Worlds dag. De wereld van trance en de radio. Vrijdagmiddag, je weekend is officieel daar bijna begonnen. Over een kwartiertje echt helemaal los. En dat was Fritzo's, Daxo's, Fritzo's, Barbara Streisand, afijn. Als het maar lekker smaakt qua oren. Barbara Spreidstand. Ik vraag me af, als zij dit hoort, dan krijgen ze de ongelooflijke... want wie zit hier ook weer achter Daxo's? Dat is Eric Prits nog... Volgens mij is het niet Armand van Helden? Armand van Helden. Armand van Helden is het, inderdaad. Ja, very heel cool. Ja, ook een van mijn helden trouwens. Echt geweldig producer. The Witch Doctor. En hij is eigenlijk uit de Swedish House Mafia gestapt. Hè? Waarom was dat? Weet je dat nog? Is dat zo? Volgens mij is hij niet Zweeds, toch? Nee, maar hij staat er wel in oorspronkelijk. Oh, dat wist ik. Dat weet jij meer dan ik. Ja, ik heb het namelijk even opgezocht. Dat het is Steve Angelo. Axwell en Ingrosso, ja. Kijk, ja. Dat zijn gasten. Ik moest met ze draaien in Paraguay. Dat begint ineens. Die kregen een fles. Nee, serieus. Die kregen een fles wodka. Zo'n hele grote. Weet je, dus niet die je normaal in winkel koopt, maar echt zo'n. Magnum. Ja. En die hadden een fles. Een emmer met ijs. Ja. Steve Angelo, dat is echt een feestbeest. Die keerde die hele fles om in die fles met ijs. En die begon dus vanuit die emmer die wodka te drinken. Zo. Ja, dat is echt geweldig. Maar doet hij dan nog een beetje een strakke show? Echt niet normaal. Maar die gast, hij is gewoon briljant. Steve Angelo is echt briljant. Ook die knas en al die clubplaten die hij maakt. Maar ja, het zijn ook super lachen gasten. Als er nou nog iemand is die je zou uit mogen kiezen om mee samen te werken... die je nog niet gehad hebt, wie zou je nou uitkiezen? Ja, dat is een vraag die ik heel veel krijg. Ik heb zelf al zoiets van Seal. Dat is echt een van mijn helden. Enya. Maar die houdt niet van trends. En Chris Martin van Coldplay. Ja. Ik vind dat... Oh man, dat vind ik helemaal te gek. Dit is Q Music. Met Armin en Frinkel en Coldplay Talk. Het is ook een mooie ringtone. Ik gebruik het begin van de albumversie, waarbij die nog helemaal zonder beats is. Ja. Althans heb ik tijdens ringtone gebruikt. Dat is een mooie talk. Dat is een mooie geheime boodschap, zeg maar. Coldplay. Wat was je nou aan het doen? Je rent ineens naar je set toe. Ja, ik heb hier een hele gave versie van Max Graham. Een bootleg die gemaakt. Die heb ik heel veel gedraaid, maar ik kan hem even zo snel niet. Oh, oké. Okay. Want het gaat om een fragment in deze plaat wat in die bootleg zit. Ja, wat dat lijkt. Nou, die heb ik heel veel gedraaid. Echt zo'n vette plaat. Coldplay sowieso natuurlijk gewoon helemaal geweldig. Ja, ik hoop dat ze het gehoord hebben. En dat hij zo dat ik even belt. Zo van, hey, let's meet up. And do something together. Oké, dit is even een mooi moment in onze show, Armin. Roffel. Want wij gaan nu voor de eerste keer laten horen jouw nieuwe single. Wereldpremière, ja. World premiere. Oké, wie horen wij hierop zingen? Ja, het is Christian Burns, natuurlijk. En dat is zo'n aardige gozer. En we gaan dus 13 november in de Jaarbeurs ook hiervan, als het goed is, de videoclip opnemen. Dat wordt een vette bende. Dit is This Light Between Us. Can you see? Ik denk dat het beste is als jij begint met praten. This Light Between Us, samen met Christian Burns. Geïnspireerd trouwens op Kiss from a Rose van Seal. Wauw. Oh, dat wist ik ook. Dat is grappig. Weer een van die dingen die niemand weet. Ja, er zijn nog meer dingen op het album wat niemand weet. Nou, daar had ik het net over. Want het hele album heb ik 2 jaar aangewerkt. En er zitten ook allemaal geheime dingetjes in. Dat weet bijna niemand. Oh, maar leuk. Ik heb nog nooit een opmerking gehad over het einde van Full Focus op het album. Dat staat namelijk... Ja. Dat is deze. Het staat op het album... En dat is eigenlijk mijn studiopartner waar ik mee samenwerk, Benno, die dus bij mij de studio in komt lopen. Dat sleutelbosje hoor je rammelen, een beetje die deur kraken. En je hoort zijn hond achter hem aanlopen elke ochtend. Dat was ons ochtendritueel. Staat er meer van dat soort dingen op? Moeten we goed zoeken? Ja, je moet goed zoeken. Ah, okay. Erg lachen. Moeten we hem ook achterstevoor beluisteren misschien, de hele CD? Of, Your mom is dead. Hoor je dan.